Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag heb ik een gast. Zij is mevrouw Lisa Best. En ze is verbonden aan het tropenbos Suriname. En op 20 maart is er namelijk in de cultuurtuin een speurtocht geweest. Daar gaan we over praten. Dus misschien wel een beetje achteraf, maar niet minder belangrijk, de boodschap. Goedendag Lisa en welkom bij Q-Time. Goedemiddag, dankjewel. Vertel ons wat meer over de organisatie Tropenbos Suriname. Tropenbos Suriname is een milieuorganisatie, een lokale stichting die zich inzet voor het duurzaam beheren van bossen en bomen. En we hebben de afgelopen 3 jaar een twinningproject uitgevoerd in het kader van stedelijk groen. Dus niet per se gericht op bossen in het binnenland, maar juist in onze woonomgeving, in de bebouwde omgeving. Ja, het twinningproject gaat dus over stedelijk groen. Maar je zou juist denken, is stedelijk groen in grotere problemen dan ons regenwoud? En als je praat over stedelijk groen, wat is eigenlijk onze status? Waarom vragen we aandacht voor daarvoor op dit moment? Dat is een hele valide vraag. Want natuurlijk spelen bossen over het algemeen een hele belangrijke rol als het gaat om levensonderhoud van zoveel mensen wereldwijd en klimaatverandering. Maar in diezelfde lijn speelt groen in onze directe woonomgeving ook een belangrijke rol als het gaat om voordelen voor ons welzijn, ook in het kader van klimaatverandering. En wat we eigenlijk zien, de trend wereldwijd en ook in Latijns-Amerika en de regio, is dat met urbanisatie, met verdere ontwikkeling, dat de trend is dat groen in de woonomgeving juist verdwijnt. Dat zien we ook in Paramaribo. Niet alleen verdwijnt het, het wordt minder onderhouden, het wordt vervangen door onder andere asfalt en betegeling, waardoor veel van die voordelen waarvan we kunnen genieten, ook verdwijnen. En dat is niet alleen te maken met ons welzijn, maar het kan ons ook juist economisch voordeel opleveren als we meer groen behouden in onze woonomgeving. Is het zo dat we misschien het groen nemen als vanzelfsprekend? Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Zowel in het binnenland als vooral in onze woonomgeving, omdat we misschien denken van Suriname is zo groen, we hebben zoveel bos, dus ja, wat maakt het uit als er een beetje verdwijnt, als we het vervangen met wat anders wat ook nodig is. Dus ik denk wel dat dat het geval is, helaas. Ja, want je praat bijvoorbeeld over hele iconische straatbeelden van vroeger, van Suriname, waar je inderdaad al die prachtige grote bomen langs de weg zag staan. De Gravenstraat was er één, de Nassilaan was er één. Er zijn nog een paar straten die je kan noemen waar er inderdaad veel meer groen was. En eigenlijk alles is vervangen door cement, eigenlijk, om het maar zo te zeggen. En inderdaad, je nu het groen wordt teruggebracht naar plantenpotten. Op bepaalde niveaus. Speurtocht, was dat ook om aandacht te vragen voor het verdwijnen van stedelijk groen? Ja, dat is inderdaad een van de achterliggende redenen waarom we de speurtocht organiseren. Het gaat hand in hand met een stukje ruimtelijke ordening natuurlijk. En dat is een van de grootste uitdagingen in Paramaribo. Als het gaat om de inrichting en het behoud van groen. We hebben ook zelf als Tropenbos onderzoek gedaan naar die voordelen van groen. Onder andere het verkoelend effect, maar ook het effect op bijvoorbeeld opvangen van wateroverlast bij hevige regen, opname van koolstofdioxide. Het onderzoek wijst eigenlijk uit dat vooral de bomen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld struikgewas en lagere beplanting en gras, vooral die bomen dus eigenlijk hieraan bijdragen. En als we kijken naar de speurtocht die was gehouden in de cultuurtuin, dan is het natuurlijk een bijzonder stukje groen midden in de stad, wat bijdraagt aan al deze voordelen. Dus eigenlijk, om ook weer terug te komen op de eerdere vraag, het strategische van stedelijk groen is dat je het heel makkelijk kan linken aan
verschillende andere bestaande uitdagingen die we hebben als samenleving. Denk maar aan gezondheid, fysieke activiteit, aan voedselvoorziening. Dus het is, als je dit aanpakt, dan kan je eigenlijk, heb je een kans om tegelijkertijd meerdere uitdagingen aan te pakken. Ja. Dus de speurtocht van afgelopen weekend was de tweede editie. Vorig jaar hadden we het al een keer georganiseerd. Maar het verschil met dit jaar was dus dat we in plaats van een heleboel papier, hebben we een mobiele applicatie gebruikt voor de speurtocht. Het heet de Action Bound app. Het bestond al. Maar we hebben dus gezocht hiernaar en dit is geschikt gebleken. En het leuke is dus eigenlijk dat die speurtocht die we hebben uitgezet zal blijven bestaan. Dus het hoeft niet alleen door ons gebruikt te worden, het kan door anyone gebruikt worden die een activiteit wil organiseren. En wij als initiatiefnemers, dus niet alleen Tropenbos, maar ook Tigri Endurance Sport Club en enkele leden van de United Tour Guides Suriname. Wij hadden dus de speurtocht georganiseerd en we zijn dus ook van plan om die app te gebruiken op andere locaties. Oké, dus als iemand die app zou willen inzetten voor een activiteit die zij aan het organiseren zijn, dan moeten ze contact opnemen met jullie of moeten ze gewoon die app downloaden? Ze kunnen de app downloaden, het heet Action Bound. En dan kunnen ze dus zoeken op Cultuurtuin Speurtocht. We gaan deze informatie ook delen via de Facebookpage van Tropenbos, zodra het zover is. Maar dan anyone kan dus in principe, zodra ze in de cultuurtuin zijn, kunnen ze gebruik maken van die app. En dan brengt je dus eigenlijk langs verschillende punten. Het geeft je informatie over de bomen, over andere zaken. Dus dat blijft gewoon bestaan. Heel interessant. Ik weet niet, u mag kijken als dit past in het interview. Het heeft te maken met de cultuurtuin, maar het is niet gelijk door Tropenbos zelf. Maar in het kader van vandaag is Wereldbossendag. In dat kader wordt het dus volgend weekend, zaterdag 26 maart, ook een schoonmaakactie georganiseerd in de cultuurtuin door meneer Auke Hielkema. En iedereen die dus wil helpen met schoonmaken, kan zich dus bij hem opgeven via Facebook of via WhatsApp. Oké, hoe moeten we dan via Facebook hem bereiken als we willen meewerken met het schoonmaken? Een persoonlijk bericht sturen naar zijn Facebook-account of via zijn WhatsApp-nummer 728-4482. Oké. Je zou eigenlijk een speurtocht moeten houden in niet een stukje groen in Paramaribo. En dan is het ga speuren naar groen om te kijken als jij kan vinden de Dominiestraat. Wees maar speel. Ja. Dat is een beetje een vervelende opmerking. Maar goed, je begrijpt wel wat ik bedoel ermee. Was deze speurtocht voor kinderen of voor volwassenen? Het was voor beide. Het is gericht op jong en oud. Ja. We hebben groepjes vrienden, gezinnen, groepen collega's gehad die mee hebben gedaan. Dus het was voor jong en oud gericht. Het is gericht op educatie. Dus je leert wat meer over de natuur, maar tegelijkertijd ben je ook actief bezig in een prettige buitenomgeving. Ja, oké. Nu is de vraag. Iedereen die meedoet aan een speurtocht, mag je aannemen dat er bij hun wel een bepaald besef is voor het behoud van groen en zuinig omgaan met je milieu? Dit zijn niet de mensen die percelen kaalkappen omdat ze gaan bouwen. Wat wordt er gedaan om die mensen te bereiken? Want deze mensen die je hebt bereikt met je speurtocht, die hadden al een bepaald besef. Anders komen ze niet naar je speurtocht. Ik denk dat juist die andere groep de uitdaging is. Ja, dat is een terechte vraag. Ik denk dat het eerlijk gezegd wel een beetje een mix is. Want je hebt natuurlijk inderdaad die mensen die afkomen op die, het is een activiteit in de natuur, met de natuur. Dus die beseffen dat al en komen daarop af. Maar je had ook wat groepen die eigenlijk gewoon een leuk uitstapje zochten. Vooral in de eerste editie die we vorig jaar hadden georganiseerd, was dat denk ik het geval tussen alle lockdowns door. Maar om die andere groep te bereiken, die we ook moeten bereiken, hebben we als onderdeel van het twinning project, wat Tropenbos dus uitvoerde samen met de Universiteit van Twente, hebben we een heleboel andere activiteiten ook gehad. We hebben los van het onderzoeksgedeelte hebben we ook gecommuniceerd met verschillende beleidsmakers. Onder andere ook met Openbaar Groen, maar ook met andere stakeholders. Eigenlijk om met die resultaten van het onderzoek te laten zien van hey, kijk, dit is eigenlijk wat gebeurt. Dit is wat we
risico lopen om kwijt te raken. Dit zijn de kansen die we eigenlijk hebben om meerdere van al onze problemen aan te pakken. Het is niet makkelijk, het is een proces dat tijd neemt natuurlijk. Ja. Hoe lang duurt het twinningproject nog? Het twinningproject hebben we in oktober vorig jaar afgerond, na 3 jaren. Dus dat is wel al afgelopen, maar de samenwerking was eigenlijk zo goed bevonden dat we een vervolgproject hebben kunnen starten, samen met ook de Universiteit van Twente. En dat is vooral gericht op het monitoren van stedelijk groen. En niet door ons, maar door burgers, individuen, groepen die eigenlijk een stukje groen willen adopteren als het ware. En observaties willen doen elke maand om informatie te verzamelen. En deze informatie is niet alleen handig voor onderzoek, maar het is ook direct nuttig voor planning en voor beleid. Ja, heel erg mooi. Ik vind het echt heel erg slim bedacht om inderdaad zeg maar burgers aan het werk te zetten om zelf als het ware te monitoren. Dus dat project is nu nog steeds gaande. Ja, dat loopt nu nog en we zullen binnenkort, dan heb ik het over voor eind van de maand, of rond eind van de maand, zullen we een nieuwe oproep plaatsen voor mensen die dit willen doen. We hebben al een groepje dat bezig is sinds mei vorig jaar, dus die kunnen ook hun ervaringen delen. Maar we gaan dus een nieuwe oproep plaatsen voor iedereen die zich wil, inzetten hiervoor. Zowel in Paramaribo als ook in Wanica zijn we nu bezig. Ja. Oké, okay. En hoe lang duurt dit project? Dit project duurt nu 1 jaar. Maar dit netwerk wat we eigenlijk proberen op te zetten van burgers, dat kan natuurlijk daarna nog voort blijven bestaan. Mm-hmm. Dus dat is ook iets waar we eigenlijk naartoe willen werken gedurende dit project. Oké, okay. Ik vind het een vreselijk leuk initiatief. Dus ik hoop dat het succesvol zal zijn en mensen zich geroepen zullen voelen om ook een stukje van de Surinaamse natuur te monitoren en daardoor een stukje ownership te creëren. En soort van, oké, okay, behoud dit en blijf af, don't touch. Want er moet toch wel wat meer besef komen. En inderdaad, het niet als vanzelfsprekend nemen hier in Suriname, omdat we zogenaamd het groenste land van de wereld zijn. Ja. Werk aan de winkel voor jou en je team, Lisa. Anyway, hartelijk bedankt voor de informatie. We spraken eigenlijk naar aanleiding van de speurtocht, maar ik vind dat we heel erg interessante informatie van je hebben gekregen over wat de taken van het en de activiteiten van het Tropenbos Suriname zijn. Heel erg veel succes met het werk. Dank je wel. En ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. Ja, zeker. Ja? Oké. Okay. Thank you. Yeah. Bye. Dank je wel. What we need is a little cute time. Dat was het gesprekje met Lisa Best van het Tropenbos Suriname. Deze organisatie zet zich in voor het behoud van bomen, bos en natuur. En met name het project waar ze nu mee bezig zijn, richt zich op het behoud van groen in Paramaribo. Aanstaande zaterdag is er dus een opruimactie in de cultuurtuin. De speurtocht die is al achter de rug. Maar u kunt ook uw bijdrage leveren door zich op te geven om te helpen om een deel van Paramaribo schoon te maken. Dat kunt u doen via de social media kanalen om daar meer informatie over te verkrijgen. En er misschien ook nog een gezellige familieactiviteit van te maken. Dus kijk er naar uit. Op 26 maart is er dus een opruimactie voor de cultuurtuin, als ik me niet vergis. Goed, hartelijk bedankt dat u heeft willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.